Welkom bij Kies een stapeltje. Dit is stapeltje 1, stapeltje 2 en stapeltje 3. Welk nummer spreek je het meeste aan? Nummer 1, nummer 2 of nummer 3? Laat het even bezinken. Ga ik eventjes de kaartjes van nummer 1 neerleggen. Oké. Welkom mensen die voor stapeltje 1 hebben gekozen. Vriendelijkheid. Je herkent de waarde in jezelf die je gemeenschappelijk hebt met anderen. Namelijk dat je alles doet gebaseerd op liefdevolle connecties. Acceptatie. Je bent klaar om controle over situaties en mensen los te laten, om het ritme van het leven te omarmen. Aardengelen van de dieren, de egel, daar staat bij, je bent een magneet voor licht, liefde en geluk. En je hebt de schaap, daar staat bij, jij handelt vanuit fortitude en samenwerking. Dan heb je Lord Shiva. Transcenderen. Je verhoogt jezelf. Je hebt respect voor de hogere kracht. De stappen die je moet zetten worden je gegeven. Dans op het ritme van het universum. Dan de welzijnskaartjes. Als ik me goed voel, laat ik al het goede binnen. Hoe je je voelt is een graadmeter voor je energetische verbondenheid met de bron. Hoe beter je voelt, hoe groter je verbondenheid, hoe minder goed, hoe minder je verbondenheid. Niets is belangrijker dan hoe je je voelt, want niets is belangrijker dan jouw verbondenheid met de bron. Het universum kent mij en het universum houdt van mij. Als je toelaat, zul je de liefde voelen die naar jou toevloeit en door je heen stroomt. Je wordt altijd gezien, altijd gehoord en altijd bemind. Je hebt ervoor gekozen om hier te zijn, in dit fantastische fysieke lichaam. Het was mijn keuze om dat ik te zijn. Je hebt de kans waargenomen dit heerlijke contrast te ervaren om samen te zijn met andere mensen die op zoek zijn naar vreugde, je leven te creëren en het proces van welbewust denken te verfijnen. Waar, wat, wanneer en met wie je dat creëert, heb je eveneens gekozen. De wortel van alle verlangen is de wens je beter te voelen. Je beter willen voelen is de enige reden waarom je ieder überhaupt iets verlangt. Als je maar één doel had, dan zou je goed voelen en dan zou je voor altijd succesvol en gelukkig zijn op een wijze die je levensdoel tot vervulling brengt. Dan weer drie kaartjes met stenen, bergkristal. Heb je vaak het gevoel van inspiratie? Gebruik je innerlijke leiding om je eigen gewijde pad te volgen. Je bent een instrument en een kanaal van kennis en wijsheid. Gebruik deze wijsheid in je dagelijkse leven om te creëren, te schrijven en alles te zijn of te doen wat je graag wilt. Je potentieel is onbegrensd. Sint Christoffel. Ik word goddelijk geïnspireerd. Ik gebruik de informatie die ik in mijn onderbewustzijn ontvang ten gunste van iedereen. Ik blijf positief in actie. Gebruik de wijsheid van degene die mij deze weg voor mij hebben bewandeld. Ik ben een kanaal van liefde, licht en welzijn. Sint Christoffel.
paars gekleurde agaatschijf. Is je intuïtie op dit moment sterker ontwikkeld dan anders? Ontvang je boodschap vanuit de hemel. Omarm deze goddelijke geschenk van mooi en verlicht leven te leiden. Help anderen om zich te bevrijden van lijden en het geluk en vrede te ontdekken. Blijf je intuïtie ontwikkelen en gebruik deze vrij en onbekommerd. Berichtje van Jezus. Ik voel en weet dat Hij in en om mij is. Ik trek goede vrienden en kennissen aan in mijn leven. De mensen met wie ik omga zijn integer. Ik ben goddelijk verbonden met alle leven. Blauwe calciet. Ik ben klaar om te worden bevrijd. Besef je de waarde van het succes in je werk en wat je hebt bereikt. Geef jezelf de ruimte om innerlijke vrede te ontwikkelen. Gebruik rust en kalmte om verlicht te denken, voor sereniteit, persoonlijke kracht en om boosheid te transformeren. Achterkant staat een berichtje van Tara. Ik spreek op een liefdevolle en vriendelijke manier. Ik voel mij vrij en ben vol vertrouwen. Ik straal liefde uit. Ik heb geen moeite met innerlijke vrede. Liefde, kalmte en tolerantie mogen een wezenlijk deel worden van mijn bewustzijn. Dan hebben we hier vier Lenormand kaarten. Nummer 25, de ring. 7. Nou, die ring die zie ik als verbondenheid. Een cirkel, een cyclus. Je bent volledig verbonden met spiritualiteit. 28 is de Heer. Nummer 10. Beëindigen van een cyclus. Voordat je een cyclus kunt beëindigen, moet jij de Heer zijn. Een man staat voor actie ondernemen, dingen doen. Dus als jij acties onderneemt, dan kan jij deze cyclus gaan voltooien en dan krijg jij een liefdevol nieuw begin. De zon staat voor warmte, liefde. 31 maakt 4, stabiliteit, warmte geeft jouw energie, geeft jouw liefde. Dat is jouw stabiliteit. Daar moet je naar op zoek gaan. Je moet je goed voelen, je moet jezelf goed voelen. Je moet daardoor warmte uitstralen. Dat doet jou goed. Wees ook een zonnetje in moeilijke tijden. Voor jezelf en voor anderen. Vosje. Nummer 14. Dat is 5. Verandering. Het vosje staat voor sluwheid. Maar in dit geval. Je zie je dat dit een gezin is. Een vosje die zorgt voor haar kinderen. Dat ze te eten hebben. 5 staat voor verandering. Het kan zijn dat er verandering komt in de familiesituatie. Dat hij herenigd gaat worden. Dat jullie samenkomen. Dat jullie misschien samen weer gezellig aan tafel kunnen zitten. Voor de mensen die van numerologie houden en hier zich in willen verdiepen. Jullie hebben nummer 14 en nummer 5. Nummer 25 en nummer 7. Nummer 28, nummer 10 en 10 maak 1, nummer 31 en nummer 4. Zoek dan maar op. Krijg je nog aanvullende informatie. Dan hebben we hier twee kaarten van de kracht van de aarde. 1 mei en Les Han. En daar staat bij, ik zoek verlichting, ik ben vooral rustig. Het tastbare en ontastbare ontmoeten elkaar in mij. En de aanvullende informatie. Nou, de energieën hier bij deze kaart zijn verlichting, helderheid, vrede, schoonheid en rust. En deze kaart staat voor lucht en water. Dan hebben we hier de Koningsvallei. En daar staat op, dood betekent transformatie. Het is een natuurlijk onderdeel van het leven. Alles wat je doet, hoe klein ook, heeft een logisch gevolg.
En deze kaart heeft de volgende energieën: transformatie, dood, wedergeboorte, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid. En deze kaart staat voor de volgende elementen: aarde en vuur. En dan hebben we hier nog de twee laatste kaarten van de fluisteringen van de natuur. Je hebt nummer 9. 9 is loslaten. Dat staat bij perfecte omstandigheden. Dus op dit moment heb je perfecte omstandigheden om dingen los te gaan laten. En hier hebben we nummer 41. Dat maakt 5. Verandering. Wees dienstbaar, dus verander jezelf, zodat je dienstbaar kan zijn voor jezelf en voor anderen. Dus even kijken. Perfecte omstandigheden. Als je een doel of een visie hebt, wees er dan zeker van dat je de juiste omstandigheden schept om de droom te laten uitkomen. Praat positief tegen jezelf, zeg affirmaties, wees aardig voor jezelf, vier de talenten en successen. Dit schept allemaal een vruchtbare grond om je dromen tot wortel te laten schieten en te laten groeien. Soms wanneer je te veel druk uitoefent, kan het de harmonieuze ontplooiing van je reis verhinderen. Vertrouw op het proces, ontspan en laat de natuur op zijn beloop. Geloof en positieve ondersteuning zijn nodig om je doel te volbrengen. Hou in gedachten dat het lijkt alsof je in de natuur het groeien en het bloeien moeiteloos gaat. Maar het geheim zit hem in de details. De ligging, de zon, de grond, de lucht, water en de voeding. Wees je er zeker van dat je de nodige stappen zet om de perfecte omstandigheden te verkrijgen. Prachtige mooie boodschap. En dan nog dienstbaar, wees dienstbaar. Dus ga veranderen zodat je dienstbaar kan zijn voor anderen en voor jezelf. Geef iets aan de wereld terug. Wanneer je even veel teruggeeft als je ontvangt, dan brengt dat je in evenwicht. Er zijn zoveel mensen die je nodig hebben. Iemand van dienst zijn kan heel eenvoudig zijn. Zeg iets vriendelijks, hou de deur voor iemand open, help mee bij een schoonmaakactie. Kijk eens wat de natuur doet op het moment dat als je iets nodig hebt en iets terug doet. Jouw pogingen om de mensen om je heen te helpen schept de energie die nodig is om de mensheid te ondersteunen. Een mooi bericht. Dan hebben we stapeltje nummer 2. Mensen die voor stapeltje nummer 2 hebben gekozen, welkom. Zo, eens even kijken. Jullie hebben vrije fases en cyclusy. Er is een begin zonder einde. Illusies worden getoond, waardoor je deze kunt loslaten. Dus er komt heel veel waarheid aan het licht. Dan hebben we hier twee stenen, serafiniet. Heb je het leven en de geest van het universum in alles opgemerkt? Ontvang je goddelijke boodschappen, omhels het geschenk dat je een mooi leven leidt en help anderen vrede te vinden. Neem de tijd voor rituelen om je hart te openen voor het spirituele wezen dat alles wat er is, alles bezit, levenskracht. Aan de achterzijde staat een berichtje van Katsina's. Ik voel en besef de aanwezigheid van een goddelijke in mij en om mij heen. Ik kijk verder dan de maskers en het wezen van spiritualiteit in alle leven en is duidelijk voor mij.
Het verband tussen de zon, de sterren, de planten, insecten, dieren en alles wat er nog meer is, zit ook in mijn wezen. En dan heb jij de blauwe topaas. Voel de aanwezigheid van moeder God. Zoek je trots en moederlijke liefde. Kom op een lijn van dankbaarheid en de alles aanwezige vibratie van mededogen, vriendelijkheid en genade. Besluit om problemen los te laten en kijk naar wat vrede, liefde en welzijn uitstraalt. Open je geest zodat de wonderen die je dromen te boven gaan zich kunnen manifesteren. Dan hebben we een berichtje nog van Moeder Maria. Je bent een instrument van vrede en liefde. Ik eer de aanwezigheid van Grote Moeder. Ik roep voor iedereen de leiding aan om vrede te omarmen, ook voor mezelf. Ik open mijn oren om de leiding te horen van een goddelijke vrouwelijke. Mijn hart staat open voor het goddelijke liefde. Dan hebben we hier spontaniteit. Ga verder dan je limitaties van de geest en beweeg je vrijelijk, zodat je nieuwe situaties kunt omarmen. Spontaniteit. Doel. Je bezit de vastberadenheid en toewijding om bewust te kiezen voor de liefde. Transformatie, verandering. Je gebruikt de kracht van de liefde om door illusies heen te kijken en jezelf bewust te worden. Mijn verleden gaat niet over mijn verleden. Het leven gaat alleen over het nu. Niets van wat er eerder gebeurde heeft iets te maken met het nu, behalve dat ik hier nu ben en hier nu over blijf praten en spreken en denken. De frisse nieuwe gedachten van vandaag geven me telkens een frisse nieuwe ervaring. Dit is voor mij een schitterende tijd om op deze aarde te zijn. Je bent de verlenging van de bron van energie hier op deze prachtige fysieke vorm. De verbazingwekkende verscheidenheid van jouw tijd, ruimte en werkelijkheid biedt je de perfecte balans van waaruit je creëert en dingen aantrekt. Er is nooit een betere tijd geweest om op aarde te zijn. Alles is in overvloed aanwezig. Tekort is alleen een perceptie. Als je maar blijft denken dat er een gebrek is aan overvloed, gebrek is echter alleen maar een perceptie, een aanname. Er is nooit eindigende stroom van overvloed. Er is nergens sprake van een tekort. Welzijn is mijn natuurlijke staat van zijn. Zoek eerst je gevoel van welzijn en al het andere valt op zijn plek. Wees zelfzuchtig genoeg om je eigen vreugde te volgen, zodat je ten volle profijt zult hebben van natuurlijke, pure, positieve, wezenlijke jij die jij bent. Ik kies voor mijn unieke weg naar de vrede. Niemand kan jouw ervaringen creëren, want niemand heeft controle over jouw gedachten, jouw zijn en waarop je ze richt. Op weg naar geluk zul je alles ontdekken wat je wilt zijn, wat je wilt doen en wat je wilt hebben. Dan een twee diertjes, de kangaroe. Wees de kracht van het goede en de papegaai. En daar staat bij, luister aandachtig om te begrijpen. De Dode Vallei en Amazonia. Dode Vallei. Prachtige kaart met al die kleuren. Ik ben veerkrachtig, er is hoop, ontberingen doet waarderen. Deze kaart staat voor hitte, voltooiing, veerkracht, uiterste, een stilte. En het element vuur. En Amazonia, dat is de eerste kaart. Een slang staat ook voor transformatie. Ik voel me diep verbonden met de wereld, ben vitaal. Ik vind de wegen door samen te werken in plaats van confrontaties aan te gaan. En deze kaart staat voor levendigheid, evenwicht, samenwerking, vitaliteit, transformatie,
onderlinge verbondenheid. En hier hebben we drie elementen, namelijk aarde, lucht en water. Dan heb ik hier nog de Lenormand kaartjes, nummer 7. 7 is ook wel een spiritueel getal. We hebben de slang, transformatie, dat zagen we net ook al bij Amazonia. Je bent aan het veranderen. Ook kan je altijd, heb je altijd overal oplossingen voor, hoe moeilijk dan ook. Want je kan je overal als een slang heel makkelijk doorheen bewegen. Een zeis, nummer 10. 10 is voltooiing van de cyclus. Met die zeis heb jij gebruikt om allerlei zaken bij elkaar te vegen. En nu is het tijd om los te laten en op te ruimen. Zodat je klaar bent voor een nieuwe cyclus. Nummer 23, muizen. Dat is nummer 5. Het knaagt aan je. Omdat je weet dat je het een en ander moet gaan veranderen. En dat heb je iedere keer vooruitgeschoven, maar uiteindelijk is nu het moment om die veranderingen toe te laten of aan te brengen. De sterkaart is op zijn kop, dat is 7. 7 spiritualiteit, hij is op zijn kop. Dat betekent dat jij nog moet werken aan je innerlijke balans. De ster staat voor wensen die uitkomen, voor spiritualiteit, voor onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf en voor anderen. Dat is nog een puntje waar je aan moet werken. Dus je hebt hier nummer 7, nummer 10 en dat maakt ook nummer 1, nummer 16 en nummer 7 wederom, nummer 23 en nummer 5. Voor degene die nog dat willen opzoeken qua numerologie. En dan heb ik hier nummer 33. Maak nummer 6. Wees aardig voor jezelf. En ook goed voor anderen. 6. Je gaat dingen evenwichtig verdelen. 28. Maakt 10. Overvloedige oost. Einde van een cyclus, een begin van iets nieuws, transformatie. Dus we gaan naar, allereerst ga ik even naar die overvloedige oost, transformatie. Je hebt toegang tot de oneindige bron van liefde en de bronnen van moeder aarde en het universum die dat jou geven. Er worden je geen eisen, vragen of voorwaarden gesteld die van invloed kunnen zijn op de toegang hier naartoe. Om te verkrijgen. Deze kaart herinner je aan een mooie manier, een absolute waarheid die behoort bij een overvloed waarvan je gebruik kunt maken. Geef de overvloed de kans om je leven in te stromen. Het zal je nieuw perspectief geven. Het zal je sterker maken en je voeden. Deze fase houdt een overvloed van rijkdom en vruchtbaarheid in. Je hebt geluk en je bent gezegend. Prachtige kaart. En om deze reading voor jullie af te ronden. Even kijken. 33. Wees aardig voor jezelf. Er komt een tijd van opnieuw geboren worden en nieuwe energie aan te trekken. Trek je conclusies uit deze lessen die je hebt geleerd om je verder te helpen. Merk hoe je bent gegroeid, hoe je veranderd bent als gevolg van alles wat er is gebeurd. Verzamel nieuwe informatie terwijl je verder gaat en wees bereid om een nieuw avontuur om aan te gaan. Op dit moment zijn alle tekenen positief voor een geslaagde uitkomst. Nou, een betere kaart heb ik niet om deze stapeltje te beëindigen. Dan hebben we hier stapeltje nummer 3. Eens even kijken. De mankaarten.
Zo. We hebben de hyena kaart, mensen van stapeltje 3. Durf anders te zijn. En je hebt de aapkaart. Voel wat het leven je te bieden heeft. Dan heb ik de Mahavatar Babaj. Zielsuitbreiding. Je bent bewust bezig met jezelf uit te breiden. Je begrijpt de connecties tussen allerlei zaken. Prachtige kaart. Dan hebben we oorzaak en gevolg. Je bent je bewust dat liefde die je creëert in je gedachten verandering aanbrengt in het fundament van jouw resultaten. Oorzaak en gevolg. Prioriteiten, die was op zijn kop, dus je moet prioriteiten gaan stellen. Jij begrijpt de belangrijkheid van het manifesteren en je liefde in te zetten in alle situaties. Dus prioriteer jezelf. Dan de maat voor mijn succes is mijn vreugde. De mate van mijn vreugde die je jezelf kan laten ervaren is de grootste maatstaf voor de hoeveelheid energie en succes. Altijd als je goed voelt lever je een enorme succesvolle bijdrage. Het is een contrast dat het eeuwige een plaats heeft in de eeuwigheid. Jouw eigen waardevolle nieuwe verlangen wordt altijd geboren uit contrast. Dat nieuwe verlangen wordt gehoord en beantwoord door de bron. En wordt zo tot een prachtige uitbreiding van het universum. Als ik diep ademhaal, voel ik mezelf gedijen. Gedijen is net zo natuurlijk als ademhalen. Door je vaak te ontspannen en diep adem te halen, versterk je je eigen gedijen. Twee steentjes, azuriet, palasiet. Ben je verbonden met het deel van jezelf dat alles weet en alles ziet? Laat de stroom van informatie, kennis en wijsheid die in je zit onbelemmerd toe. Ontdek wat voor rust dat kan geven, zoals mediteren en visualiseren. Schenk aandacht aan de tekens en symbolen om je heen en denk na over hun betekenis. Sint Anna. Ik laat mijn ego, arrogantie en ijdelheid los. Ik ben kalm. Ik heb een gevoel van vrede. Spirit en de engelen zenden mij steeds boodschappen. Mijn hogere zelf leidt mij tot mijn verlichte pad. Ik vertrouw op mijn intuïtie en mijn innerlijke leiding. De zebra jaspis. Ben je vaak genoeg naar buiten gegaan? Besteed je wel tijd genoeg om in contact te komen met de natuur? Ga naar buiten, graaf met je handen in de aarde. Tuinier, speel met het gras. Speel met dieren op het gras, wandel in de natuur en laat je koesteren door de grond onder je voeten en de zon bovenop je hoofd en voel je weer beter. Franciscus van Assis. Mijn helderheid is ongeëvenaard. Ik word gevoed door de gaven van de natuur. Dieren en andere schepselen brengen me boodschappen die me door het leven leiden. Mijn contact met moeder aarde geef me energie om te leven. Ik ben gefocust en gegrond. Dan hebben we hier twee kaarten van de kracht van de aarde. Palenk en Vobulis. We beginnen met Palenk. Palenk. Ik heb een persoonlijke relatie met mijn beschermheiligen. Ik ben het resultaat van liefde door de eeuwen heen. Ik ben me bewust geworden van mijn eigen waarden en doelen. Deze kaart heeft als energie, doel, eigenwaarde, liefde uitstralen, goddelijkheid en tijd. En die staat voor aarde en water. En dan hebben we hier Volubilis. Ik doe alles georganiseerd en efficiënt. Ik verweef spiritualiteit met alle aspecten van mijn leven. Ik kan zowel creatief als gelukkig zijn. Dus even kijken. Ergens achterin.
Deze kaart bevat de volgende energieën: burgerplicht, controle, huis, eer en efficiëntie. En heeft het belangrijkste element aarde in zich. Dan de Lenormand kaarten. De beer is omgekeerd, nummer 6. 6 staat voor voorspoed, voor kracht. Op dit moment voel jij je niet volledig in je kracht, waardoor niet al de voorspoed en al jouw zegeningen naar jou toe kunnen komen. Zet meer vertrouwen in jezelf, dan krijg je vanzelf meer kracht. En als je in je kracht staat, komt al het goede naar je toe. Dan hebben wij hier nummer 20, 2, de tuin. 2 staat voor beslissingen nemen. Tuin staat voor vriendschappen, geluk. Je moet een beslissing gaan nemen over een vriendschap. Of over een vriendschap komt echt wel door. Je moet een keuze gaan maken in een vriendschap. Ga je hiermee door, ja of nee? De weg is ook weer een beslissing nemen. Maar in dit geval, neem een keuze. Maak een beslissing op basis van jouw stabiliteit. Dus wat is voor jou het beste? En hier hebben we de ruiter, nummer 1. Betekent, je gaat iets nieuws aan. Een nieuw avontuur of een nieuw... Iets op het gebied van je werk, van vriendschap, kan van alles zijn. Daar krijg je een bericht van binnen. En er gaat vanzelf het balletje rollen. Dus voor numerologie, je hebt nummer 1. Dat is een start van iets nieuws. Je hebt nummer 2. Staat voor... dualiteit, voor verandering, voor keuzes maken. Je hebt ook nummer 20, je hebt nummer 15 en je hebt nummer 6. Je hebt nummer 22 en je hebt nummer 4. En dan hebben we hier nog 2 kaarten van de fluisteringen van de natuur. Je hebt nummer 4, opnieuw vrede. Ja, dat is kaart nummer 13. Opnieuw vrede, stabiliteit krijg je daardoor. Waardoor vrede vanzelf op je pad komt. En je hebt een nieuwe benadering. En dat is nummer 3. Dus nieuwe vrede. Het is belangrijk om in alle aspecten van je leven de vrede te handhaven. Mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel. Wanneer je innerlijke onevenwichtig bent, kan zich dit vaak in je dagelijkse leven manifesteren als je geen tijd onderneemt om voor jezelf te zorgen. Het geeft niet of je onevenwichtigheid negatief of positief is. Wanneer je zo positief bent dat je zelf gelooft dat je onoverwinnelijk bent, kan dit ook aanleiding geven tot veel uitdagingen. Wanneer je naar je lichaam luistert, kun je het beste evenwicht bereiken. Neem tijd voor jezelf, laat je innerlijke kracht je helen en je weer met vrede vervullen. Dat kan je helpen en sterker maken. En alweer het laatste berichtje, nummer 21, nieuwe benadering. 3, nieuwe uitdagingen. Tijd om eens te laten zien wie je bent en je oude manier van doen los te laten. Je wordt uitgedaagd om iets nieuws te gaan proberen. Kijk hoe je iets magisch in het leven kunt creëren. Creëer met de bedoeling om je leven te vullen met vreugde en geluk. Maak je wensen waar terwijl je experimenteert met nieuwe activiteiten. Er zijn altijd mogelijkheden, voel je niet beperkt. Zelfs wanneer je niets doet, maak je een keuze. Je wordt geprikkeld om nu een besluit te nemen. Maak je geen zorgen of het nu wel of niet juist is. Elke fout leert ons nieuwe mogelijkheden. Je kunt oneindig veel leren. Kies voor liefde en kies voor het beste voor jou. Bedenk dat falen geen deel uitmaakt van al je keuzes die je maakt. Wat kies je?
Bedankt allemaal voor het kijken. Je mag dit filmpje liken. Je mag ook je eigen abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je niks meer van mij hoeft te missen. Ik wens je heel veel liefde en gezondheid toe. Namaste.